Leuk om dit zo te zien. Kijk dan. Dit wordt de Mediamarkt. Ja. Dit wordt de Mediamarkt. Wauw. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag... zaterdag 7, hè? Ja. 7 september 2019. En jullie horen dat goed. Er wordt hier getrommeld. Dus ik ga dat even filmen. Voor jullie. Gezellig. Het is hier inderdaad vol. Dus we gaan gelijk oversteken. We gaan... Het is oké, hè, meis? Ja, het is oké. Het is oké. Wat is dat? Wat is dat? Ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten. Lof. Kijk eens. Nee, het is oké. Zitten. Hé, hey, het is oké, meisje. Dan geef mij maar lof. Pak ik... Pak jij leed. Even leed even bij je. Kort. Voor mij. Dit is helemaal niks voor haar. Nee, 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 nee. Gaan we even hier inderdaad wachten. Gaan we even naar de overkant, het gras, want het is daar wat beter. Nee, nee, kom, kom. Dan gaan we even deze kant hier, hier, hier weer op. Kijk, laat ik ze hier een keer zitten. Nou, er is dus een Hindoestaanse feest en dat heet dus... Pitrapaksh. Pitrapaksh. Paski weet ik het. Maar ik zal het zo meteen nog eventjes hier beneden eventjes schrijven wat het voor feest is. Zal ik zo meteen wel even schrijven. Ja, ik heb begrepen op en op het Facebookpagina van de politie hier in de buurt dat er vannacht dus een poging tot inbraak is geweest in ons winkelcentrum. Helaas mag ik dus niet vloggen in het winkelcentrum, want dan krijg ik problemen door, met de huisbaas, haar huismeester.
Dus wij gaan even een kijkje nemen. Maar alsnog wil ik degene die zo oplettend was, heel erg bedanken vanuit de buurthulpteam. Van onze wijk. Dus Hesvat, buurthulpteam. Ja. Dus degene die dit ziet en degene die het weet wie zo oplettend was, stuur dit filmpje even door en misschien komen we nog even in contact. Ja, we zitten dus nu in de auto, want er moet ook getankt worden. Ook heel, heel belangrijk. En we gaan nog even naar de Mall of the Netherlands. En we gaan nog even naar mijn schoonouders, zijn ouders. Ja. Ook nog. Dus ja, dan mag ik gelijk even in één rit door. Dus we gaan eerst nu naar de Mall of the Netherlands. Daarna tanken. En daarna naar mijn schoonouders, zijn ouders. Ja. Handig, toch? Dus nee, maar er is weer een deel van de Mall of the Netherlands weer klaar. Dus dat laten we jullie ook sowieso gewoon weer gezellig zien. La 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 la
mensen, dit is dus ook even de harde waarheid. Ik heb mij nog nooit zo geschaamd als wat ik me nu doe. En want ik had eigenlijk gehoopt vorige maand op wat geld van van school eigenlijk. Maar ik had de kleine lettertjes even niet gelezen. Dus ik moet gewoon even roeien met de riemen die ik heb. Want ik heb momenteel helemaal geen geld meer op mijn bankrekening. En dat weet Rauw ook. Dus we waren net in de Jumbo. En ik zeg nog eigenlijk tegen hem, ik moet even weer wat eten hebben. Ik zeg zo nog tegen van ja, alleen ik ben mijn portemonnee vergeten. Waar nog een beetje geld in zit. Waar ik niet zo genoeg meer van heb. Dus wat zegt hij? Doe maar in dat mandje. Ik betaal wel prima. Dus we komen bij de kassa. Zegt hij nog van, hoe wil je anders boodschappen doen als je geen geld hebt? Zegt hij gewoon doodlekker bij de kassa. Nee, dat is leuk niet. En dan zie ik haar gewoon zo kijken. Hoe? Ja. Hoe kan je dan zo iemand vernederen? Oké, het is niet zijn en zijn bedoeling, maar hij doet het wel. En dat doet me zo zeer. Zo gewoon, zo zeer. Misschien is vernederend niet een heel goed woord, maar of gekleineerd. Maar je wordt wel eigenlijk in een hoekje en gestopt of in een doosje, weet ik veel wat. En dan zie je dus zo'n kassière gewoon zo kijken van, en die heeft weer echt geld. Nee. Ik kan nou niet eens mijn zorg en verzekering betalen van de 150 euro. Ja, fijn. Joepie. Dus ja, dat heb je wel eens. Hè? En dan zegt hij ook nog van, ja, maar ik heb maar een beperkte blik. Dus ik zag die cashière niet, hoe ze keek. Nee, nou ik wel. Nou, dan loop ik lekker weg. Heb ik dus ook gedaan. En dan gaan we zo meteen naar zijn ouders. Dus ik moet weer even mijn goede moed erbij zien te rapen. Hoe moeilijk het ook is. Dat is even moeilijk. Want dat wij nog niet en getrouwd waren, heb ik ook zoveel voor hem betaald om hem een beetje de gezonde leefstijl in te laten. Want hij at nooit groentes. Ja, alleen maar de groentes die hij lekker vond. Zoals spinazie à la crème. Maar niet echt zoals een bloemkool of een broccoli of wat dan ook. En het hoeft ook niet. Maar hij eet helemaal geen groente. Want het is gewoon een groentehater. En ja, weet je, je moet gewoon roeien met de riemen die je nu hebt. Want normaal dan peut ik die auto helemaal vol. En ik zorg er voor mijn hondjes. Ja, voor onze hondjes en voor de katten, et cetera. Ja, ik zeg nog iedere keer mijn hondjes. Dat is gewoon, dat zit er zo ingeslopen. Ingebakkerd bij mij. Dat ik het zo lang in principe alleen ben geweest. Ja, dan wel met mijn ex. Maar toen vlogde ik nog niet. Dus, en hij wel zijn excuses aan geboden net, maar dit moet ik er even slijten. Dat is ook gewoon normaal, dat is logisch. Het is gewoon even niet leuk. Nee. En hij bedoelt het misschien ook niet zo, maar zo komt het wel op dat moment gewoon over. En dan denk ik, ja, ik bel mijn moeder eventjes, maar het hoort er ook gewoon bij om het ook eventjes tegen jullie te zeggen. Want ook dit is gewoon de harde waarheid. Kijk, ik heb dan wel een uitkering. Maar dat is ook geen vetpot. Dan moet ik ook nog naar de tandarts, omdat mijn gebit gewoon helemaal verrot en kapot is. Ja, ik lach ook niet, omdat hier een tand kapot is. Nou, het is hier helemaal allemaal gaatjes. Dus ja, ik lach wel, maar het liefst lach ik ook niet. Want ja, dat is per kies, wat ik ook al eerder zei, dat is gewoon 800 euro. Nee, in totaal weet ik niet hoeveel kiezen een mens heeft. En dan dit stukje hier, en dat is al 1700 euro.
En dan heb ik aardig wat operaties achter de rug. En ik voel continu een tandjes afbrokkelen. Het zijn geen gaatjes meer. Het is gewoon echt gewoon serieus gewoon een stuk tand. Wat ik dan in één keer... Kijk, net zoals hier dan. Het is gewoon gelijk een stuk tand die dan in mijn mond zit. Dus ja, en dan een stuk tand. Het is dan wel gelijk weer een gat. Maar dat geld heb ik gewoon dan ook niet. Dus dan heb ik zoiets van, ja, wat kan ik dan beter doen? Weet je, dus het zijn allemaal weer momenteel strubbelingen qua geld. En je hebt geen geld. Dus van een kale kip kun je ook niet plukken. Nou, dan heb ik ook nog een factuur en van de tandarts. Het is dan wel 20 euro, maar dan kan ik ook momenteel niet betalen. Dus hoe komt een mens in de schulden op deze manier? En ik wil niet eens in de schulden komen. Dus ja... Maar ook daar kom ik hopelijk ook wel weer uit. Maar het is wel weer eventjes een last wat op je schouders ligt. Tja, je hebt gewoon momenteel wel weer gewoon een schuld. En dat wil ik niet. Dus ja, dan zoek je ook naar mogelijkheden van hoe kan je weer geld verdienen. Maar ja, als ik weer ga werken zoals... Bij een parkeerbeheer, dan gaat ook het UWV weer lastig doen. En dan krijg ik weer vele malen minder. En dan moet ik weer, en dan krijg ik daar weer een schuld. En dan moet ik dus hun weer gaan afbetalen. Wat ook gewoon niet handig is. Dus ja, dan zit je weer gewoon weer met hetzelfde ritueel. Alles draait het cirkeltje weer rond. Dus als je gaat werken, kom je in de schulden. Als je weer niet gaat werken, kom je ook weer in de schulden. Want dan heb je het kleine, ja... Weet je, dan kom je ergens in principe te werken als vrijwilliger. Dan krijg je gewoon een vast bedrag als vrijwilligersvergoeding. En dan ben je normaal, dan gaan ze eruit van, hè, van ja, je bent aangenomen vanaf 1 januari. Dan krijg je dus 2 maanden niet. Maar ik ben niet vanaf 1 januari aangenomen. Dus daar is mijn interim coördinator ook nog steeds mee bezig. Dus. Ja, het cirkeltje weer rond. Daarom kan ik dus ook geen ene hol momenteel betalen. Ik heb net kip gesneden. En dat ben ik dus nu in de marinade aan het zetten. Ja, hele lekkere marinade hoop ik toch. Lekkere marinade. Zo, het regent, mensen. Het regent water. Ik weet niet of je het allemaal kunnen zien. Maar het is lekker vochtig. En ja, er staan meerdere auto's voor de deur. En een garage. En een karretje. Ik kom het helemaal naar de bakken. Mag ik erbij blijven? Ja, het is lekker weertje. Blijf. Lekker weertje. Even wat meer. Zo, blijf meer licht. Zo, ik heb hier dus... Wat heb je daar? Lekker op je vingers kijken. Olijfolie. Met knoflook. Ja. Is het knoflookolie met olijf of olijfolie met knoflook? Geen idee. Nou, dan ga ik dus eventjes een aansluiter pakken. Even verhitten. Dat vind ik toch wel heel veel. Zo. Nou, ik heb dat eventjes er van het vuur af.
En dan zetten we dat dus weer op het vuur. Of de kip. De kip staat daar al eventjes in de marinade. Ongeveer al een half uurtje, een kwartier. En dan gaat de kip zo meteen daarin. Het is dat lekker fruit op jezelf. Nou, de kip zit erin. Zo, nou, de kip die is erbij gevoegd. Ja, de kip is erbij gevoegd. Even omzwitsen. Even ook een beetje. En dit is meer als wat we van de week hadden. Veel meer. Nu komt dus ook nog noedels bij. Ja, dat was een bakje in hier. Allemaal naar beneden. Pleurt hier. Helemaal lekker. Ja, en nou eventjes de noedels er even in laten trekken en dan kunnen we zo meteen uithan. Of het is te veel groentjes zijn voor mijn man. Maar dat zie ik dan wel weer. Ik denk het wel. Maar hij proeft het niet. Dus gewoon lekker ogen dicht. En eten maar. Waar is het ijsje? Beauty, kijk, ijsje. Lovely, kijk eens ijsje. Dames. Niet op een stokkie. Daar krijg je me. Lekker, peerijs. Wat is dit voor ijs, hè? Koud, zie je? Kan er bijten. Kan er likken. Loffie, kijk eens, is lekker. En laat de zus ook eens even. Nee. Is oké. Okay. Kijk, bij je zus. Niet het stokkie. Eet mezelf weer op, schat. Eet mezelf gewoon op. Ja, en bij deze ga ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja, je bent toch wezen kijken, dus ja, kleine moeite om je eventjes een blauw duimpje te geven, toch? Naar beneden of naar boven, dat maakt me niet uit. Want je hebt gekeken. Dus abonneer en doe het belletje aan en laat een leuke reactie achter. Dankjewel en tot... Ja, en tot... Morgen!